Mark Jan Verderens, ben jij ook zo ontzettend blij als volgende week op 31 augustus de transferwindow met een klap dichtvalt? Nou, ontzettend blij. Ik bedoel, ik vind het ook wel weer leuk. Het is ook een mooie periode voor de mensen in mijn job, denk ik. Het is leuk om met spelers bezig te zijn, om proberen spelers te overtuigen dat ze naar Heracles moeten komen. Het is ook leuk om te onderhandelen met clubs. Dat vind ik ook allemaal leuk. Alleen wat je terecht aangeeft, wij zijn wel blij als we deze groep bij elkaar kunnen houden tot de 31ste. Want we zijn wel tevreden over wat we nu hebben staan. Betekent dat je ervan uitgaat dat de groep op dit moment compleet is? Nee, dat betekent dat niet. Ook wij kijken om ons heen. En er zijn natuurlijk ook spelers weggegaan. Bijvoorbeeld Darry is nog kort geleden vertrokken. Daar hebben we geen vervanging voor gehaald. Wij denken niet dat dat per se moet. Maar als er nou een buitenkansje zich voordoet, dan zou dat kunnen. En daarom kijken we om ons heen. Als je nou naar je team kijkt, hè, er cirkelen geruchten dat 3 spelers in de belangstelling staan van andere clubs. Peterson, Cubas en Van Meij. Ja goed, zo werkt dat nou helemaal in de voetballerij. Hè. Volgens de geruchten dan speelt er van alles. Maar tot nu toe is het aardig rustig. Alleen voor Van Meij is er een bod geweest, zoals ook te lezen is geweest in de media. En voor de rest zijn wij niet gebeld over deze spelers. Met andere woorden, we mogen ervan uitgaan dat er op dit moment niets speelt voor vertrekkende spelers. Nee, dat klopt. Op dit moment speelt er niks. Alleen wat ik laatst ook al een keer zei, dat kan over 5 minuten ook anders zijn natuurlijk. Hè. Ik zag je net een lang gesprek voeren met Peterson. Betekent dat er misschien voor hem wel iets speelt? Nee, juist niet. Hij gaf aan dat hij het vervelend vindt dat hij constant die vragen krijgt. Of er nu interesse is voor hem en een club is en wie dan en hoe dan. En blijf je hier? En hij zegt dat vind ik gewoon heel vervelend, want het gaat de hele tijd maar door. Terwijl ik wil me op die wedstrijden richten en ik wil me op Willem II uit wil ik me richten. Dus daar hadden we het net over. En dat is ook goed dat hij daar zelf over nadenkt. En hij staat daar hartstikke realistisch in. Het feit dat je zegt van ik vind het niet zo erg dat ik nog een week verder moet met die onzekerheid. Betekent dat komt omdat je het voor de eerste keer doet? Ja, misschien wel. Ik vind het leuk. Ik vind het spannend. En de dynamiek die er in de voetbalwereld is, die vind ik gewoon heel erg leuk. En daarom het kan elke dag weer anders zijn. En dat maakt ook om naar je werk te gaan en ermee bezig te zijn, maakt het interessant. Stel nou dat een van de 3 die ik net noemde weggaat. Hebben jullie dan een lijstje klaar liggen van wat je dan wilt gaan doen? Nou, dat is toch wel te hopen, Henry. Het is toch wel te hopen dat we ons huiswerk doen. En dat hebben we uiteraard. Daar hebben we uiteraard ook over nagedacht. Wat als scenario's. Alleen is wel de vraag. Zijn die spelers dan nog te halen? Zijn die spelers te betalen? Er staan ook spelers hebben bij ons op lijstje gestaan die inmiddels een andere club hebben gevonden. Maar op het laatst, zeg men altijd, pik je de buitenkantjes eruit? Nou ja, dat zou kunnen. Maar ook op de posities waar wij ze dan nodig hebben, waar onze spelers eventueel zouden kunnen vertrekken, dat is natuurlijk allemaal maar de vraag. En we proberen dat zo goed mogelijk voor elkaar te hebben. Maar het is ook een stukje timing en ook een klein beetje geluk hebben dat die spelers ook nog haalbaar zijn op dat moment. Je geeft net al even aan, Willem II is het belangrijkste op dit moment. Wat zou het heerlijk zijn? 3 wedstrijden, 7 punten. Ja, het zou fantastisch zijn. Zondag wordt gewoon heel erg belangrijk. Win je daar bij Willem II inderdaad, staan we er geweldig voor. Maar goed, verlies je daar, dan is het ook gewoon maar een normaal begin. Elke wedstrijd is ontzettend belangrijk, maar ook zeker deze wedstrijd weer. De groep is scherp, de trainer is scherp. Iedereen heeft er heel veel zin in om zondag ook weer wat moois van te maken. We duimen samen met jou. Dat is ook een mooie van voetbal toch. Dus we gaan het zondag weer zien en het is spannend. Ik heb er ook wel weer heel veel zin in.